Daar ben ik weer, Bouw Senior, met een serie over Bouw Junior. Mijn puberzoon met een knotje, die ondertussen bij Fortuna Sittard speelt en die ondertussen al 76 algemene beoordelingen heeft. Dat is al best wel hoog om eerlijk te zijn, maar we gaan nog niet heel goed met Fortuna Sittard, maar dat is natuurlijk ook een beetje omdat het Fortuna Sittard is. Het is zeg maar geen Ajax met hoeveel goede medespelers ik heb. Maar ja, we staan een beetje middenmoot, dus dat is prima. Eerste staat Ajax NEC Nijmegen, doet het trouwens best wel heel goed. Oké, nou ja, prima. En wie staan onderaan? FC Utrecht. Oké, nou, dit is misschien niet heel realistisch, maar nou, maakt niet uit. We zien het even door de vingers, maar we gaan vandaag in ieder geval weer knallen. We gaan een paar potjes doen. En ik heb een Roman tips van jullie gekregen die mij misschien gaan helpen om een basisplek te krijgen bij Fortuna Sittard. En dat ik dan ook daadwerkelijk in de spitspositie kom te staan. Want dat is wel een klein probleempje. Laat ik meteen even hier de comment erbij pakken. Deze was van Svennyboy, die zei dit. Joram, misschien een tip. Ik zou ook op kracht letten. Want als je superveel kracht hebt, dan is het fijn als spits. En dan zal je trainer je ook sneller in de spitspositie neerzetten. Zeg maar in plaats links midden kom ik dan in de spits. Dus Svennyboy, bedankt voor je tip. Ik ga het zo meteen doen. Dan ga ik misschien iets meer snelheid inleveren. Of in ieder geval iets andere dingen ga ik aanpassen. Met de hoop dat ik dan meer in de spits word neergezet. Maar en ik had nog wat comments. Maar voordat we daarna gaan kijken, vergeet natuurlijk niet dat duimpje omhoog achter te laten. 2000 likes zou top zijn. En vergeet ook niet te abonneren en dan dat belletje te drukken als je dat nog niet hebt gedaan. En trouwens, even iets anders. Bouw Zuivie kleding. Er is nieuwe Bouw Zuivie kleding. Ik vind het echt heel erg vet geworden. Laat weten in de comments wat jullie ervan vinden. En check het even op bouws.nl. Gewoon even checken. Je hoeft het niet meteen te kopen. Maar gewoon even kijken wat jullie ervan vinden. Ik ben er erg benieuwd naar. Dus check het op bouws.nl. Maar laten we nu maar even upgrades gaan doen. We kunnen misschien anders ook iets van schieten wegdoen. Nou, misschien is snelheid beter om even iets wel weg te halen. En dan gaan we even zorgen dat we iets fysieker gaan worden. Ja, dan doen we het op deze manier. Reactievermogen, agressie, springen. Wat kunnen we hier? Kracht en agressie en reactievermogen. Hier krijg je plus 9 kracht. Dus dat is wel echt heel veel. Kosten zijn 6, maar dan doen we dat wel eventjes. Dus dan ben ik nu in ieder geval een stukje sterker geworden. Met de hoop dat ik nu in de spits gezet ga worden. Ik ben nog steeds 76 rated, dus dat is niet veranderd. Tegen Heerenveen gaan we spelen. Maar voordat we dat gaan doen, nog even andere comments. Hier was van Just YouTube, die zei dit. Joram, tip, als je doelstellingen wil veranderen, moet je eerst hem selecteren. En dan kan je met je linker joystick kan je zeg maar het selecteren. Dus Just YouTube, bedankt voor de tip. Want dan, ik kwam er op de een of andere manier niet achter hoe dat werkte. Dus hopelijk werkt het dan wel als je het eerst selecteert en dan gaat bewegen. Dan gaan we zien. En nog een reactie van Stijn88. Misschien een tip. Ik zou je kracht gaan upgraden. Dan zal je coach je sneller in de spits neerzetten. Like zo dat Joram het ziet. Eigenlijk dezelfde soort reactie die ik net ook behandelde. Maar ik kreeg zoveel tips daarvan. Dus ik dacht, weet je wat? Ik moet meer kracht gaan upgraden. We beginnen nu in ieder geval als centraal aanvallende middenvelder. Is al beter dan linksmidden. Ja, ik vind centraal aanvallende middenveld nog wel leuk, maar links midden, ah, dat is gewoon niks. Ik wil in de spits staan. Oké, maar in ieder geval mooi dat we centraal van in de middenvelden staan. En dan kunnen we ook even kijken of ik nu mijn opdrachten dus kan aanpassen. Nou, ik druk nu op kruisje en ik wil het selecteren. En dat doet hij niks. Of je moet zo opzij. Nou, ik snap het echt niet hoor. Ik snap het echt niet. Want als je ingedrukt houdt, dan sla je het over. Maar als je zo opzij doet, dan ga je opzij en ik kan het niet echt selecteren. En als je het inhoudt, ja, jongen. Nou, nu kunnen we het overslaan. Oké, nou, het is me nog niet gelukt. Het moet een keer lukken, man. Het is echt stom dat het me niet lukt. Hal een 8,5. Hal balbezit van minstens 60%. En hal een paas succespercentage van 75%. Oké, die paaspercentage moet sowieso lukken. En 8,5, ja, dat moet ik eigenlijk zelf scoren. Nou, het is te doen, het is te doen. We gaan kijken of het gaat lukken. Ai, zo. Dat was de beste goal. Ja, die schoot die mooie. Oké, we staan 1-0 achter en we hebben totaal nog geen balbezit. Volgens mij hebben wij echt 10% balbezit of zo. Echt. Maar mijn spelers die pakken gewoon die bal niet af. Dit was trouwens wel ziek gedaan. En ook heerlijk binnengeschoten. Recht in de kruising. Zal ik eens kijken? We hebben nu balbezit van 7%. Bro! Maar ja, daar kan ik ook niet zoveel aan doen. Kijk, mijn teamgenoten die pakken gewoon die bal niet. Ja, en ik kan natuurlijk in mijn eentje ook niet het hele veld doorrennen. Oké, maar we blijven doorstrijden. Misschien dat het toch nog een beetje goed kan komen. Nou, hier. Dit kan misschien iets worden. Maar ik kan hier niet schieten. Dit is wel goed. Oeh.
Dat scheelde helemaal niet zo heel veel. Oké, okay, dat was wel even lekker uitgespeeld. Ik sta trouwens nu 6.9. Qua balbezit, hoe staan we er nu voor? We staan er nu iets beter voor. 20% balbezit. Nog steeds bizar slecht. De paaspercentage gaat trouwens wel goed komen. Want 75%, ja, dat gaat wel lukken. Maar oh, die andere opdrachten, dat gaat heel lastig worden. Nou, hier, dit kan misschien wat worden. Hier paas me terug en dan ga ik naar binnen kappen. En dan met rechts geplaatst schot. Helaas niet erin, maar in ieder geval 2 grote kansen gehad. Kijk, dat is goed voor mijn cijfer. Oké, okay, daar gaat mijn puber zo met knotje. Ja, eigenlijk ben ik het zelf niet. Ik praat de hele tijd dat ik het ben. Dat maakt niet zo heel veel uit. Oké, okay, dan hebben we heel weinig balbezit gehad. Maar voor de rest wel redelijk. We hebben de 31%. Maar we staan wel 7.4 als cijfer. 84% van mijn paas zijn aangekomen. Dus dat is wel prima. Als ik 8,5 al als cijfer. En in ieder geval die paaspercentage al, dan ben ik al tevreden. Nee, ja, dat wordt een 2-0. Wie is hier binnengeschoten, hoor? Mijn verdediging is ook zo oerslecht, jongen. Dat is echt niet normaal. Kijk, ik heb het niveau ook echt hoog staan, waardoor ik natuurlijk ook snelle tegengoals krijg. En natuurlijk is dat met Fortuna Sittard ook wel realistisch, hè, want anders zou je misschien best wel wat wedstrijden winnen. Maar het is ook af en toe wel frustrerend. We krijgen gewoon bijna niet de bal. Ik kan er ook niet zo heel veel aan doen tegen die tegengoals, aangezien ik natuurlijk centraal van in de middenvelden sta. Dan sta ik juist ergens voorin. Nou ja, we geven niet op. Ik probeer wel te scoren, zodat ik in ieder geval nog die 8,5 kan halen. Nee joh, wat een ultra slechte verdediging heb ik! Bro! Hoe kan dit zo vrij lopen? Jongen, 3-0 tegen Heerenveen. Kijk dan, hij loopt er gewoon tussendoor. Niemand die echt verdedigt. En bad, hij schiet er trouwens weer helemaal redelijk in hoor. Maar oh, dit is echt heel ernstig. Gaat mijn cijfer hier dan ook van omlaag? Omdat mijn verdediging zo slecht speelt? Dat denk ik wel. Ik heb een nieuwe positie gekregen, linksbuiten. Ja, ik heb nu 7,3. Ik stond net een 7,5. Dus mijn beoordeling is inderdaad omlaag gegaan. Of sta ik nu linker spits? Dat zou eventueel ook wel kunnen. Oké, hier. Nou, pak die bal. En, ai, dat was net niet lekker aangespeeld. Oké, we blijven doorstrijden. Misschien, heel misschien dat ik dan nog een goaltje kan meepikken. Oké, we hebben veel ruimte. Dus misschien dat het nu iets kan worden. Ja, hier paas, maar ik ga gewoon schieten, want ik wil zelf scoren. Dat was niet een heel goed schot. Ja, die was echt zwaar over. Oké, nou, het is nu voorbij. Het is bijna afgelopen, verlenging is bijna voorbij. Misschien, als wij het eerste kop... Oh, we kunnen misschien nu wel druk zetten. Oh, als ik daar stond, had ik nog best wel die bal kunnen pakken. Nee, maar het is afgelopen. Helaas, pindakaas, niet een hele chille wedstrijd. 3-0 verloren. Tegen Heerenveen. Ja, wel uit, dat wel. Maar het is wel een beetje ernstig hoor. Ja, ze speelde ook wel ziek goed. Oké, okay. Maar dan denk ik dat ik niet heel lekker heb gespeeld. En dat ik misschien weer snelle wissel kom te staan. Ik heb wel de beste cijfer gekregen van mijn team. Dat dan wel. En ik stond inderdaad aan het eind van de wedstrijd een beetje linkerspits. Dus misschien is het inderdaad handig dat ik nu kracht heb geüpgraded. Dat we iets meer in de spitspositie komen te staan. Maar ja, de uitslag is nog niet al te best. Ja, en de trainer zal nog steeds niet blij zijn. Nee, inderdaad. We zijn ietsjes omlaag gegaan. Maar we kunnen zo meteen trainen. Dus dat compenseert dan weer een deel. Dus daar ben ik dan wel weer blij mee. Oh man, maar het is niet een lekker begin. En de volgende wedstrijd is tegen Ajax. Dat is waar ook. Ik moet trouwens eventjes gaan trainen nog. Want anders staan we misschien wissel. En dat willen we natuurlijk niet. Maar als ik ga trainen en alles ga simuleren, dan sta ik geen wissel meer. En dat is natuurlijk perfect. Want dan gaan we natuurlijk weer omhoog. En nu staan we wel in de baas zelf. Hopelijk staan we nu dan een keertje gewoon in de spitspositie. We staan trouwens ondertussen 13e. Dus we zijn weer ietsjes omlaag gegaan. Oké, okay, maar Fortuna, Ajax. Dit gaat helemaal niks worden op dit niveau. Oké, okay, we staan weer centraal van in de middenvelden. Dus gewoon hetzelfde als net. Oké. Okay. Hopelijk gaat het een beetje goed. En ik hoop dat de opdrachten ook wat minder moeilijk zijn en minder streng dan tegen Ajax. Want Ajax, dat is gewoon niet te doen als ik dezelfde opdrachten heb. Mijn opdrachten zijn inderdaad gelukkig wat minder moeilijk. We moeten 7,5 halen, 15 paas voltooien. Kijk, dat zijn opdrachten waar ik wel iets mee kan. Gelukkig maar op de manier hoe ze nu al pasen, dit gaat helemaal niks worden. We verloren net al 3-0 van Heerenveen. Laat staan van Ajax. Oh, dit kan gewoon wat worden. Schiet maar eens. Oeh, dat scheelde helemaal niet zo heel veel. Ik dacht, ja, weet je wat, ik heb ruimte, ik heb tijd. Ik ga gewoon een keertje schieten. Was een prima schot om eerlijk te zijn. Alleen vloog die er net naast. Ja, het scheelde niet veel. Oké, okay. Oh, geen corner trouwens. Nee, dat dacht ik even. Maar, nou, prima. Goed begin van de wedstrijd. We hebben in ieder geval geen grote kansen nog tegen gehad. Nee. Dit wordt sowieso de eerste al, ja. 1-0. Ja.
Oh, dat zat er ook wel aan te komen. Ziek binnengeschoten trouwens. Okay. Ze schieten die ballen allemaal zo lijp binnen, jongen. Dat is echt niet normaal. Misschien moet ik het niveau toch weer eentje lager zetten. Het is wel iets leuker spelen. Misschien iets minder realistisch, maar het spelen wordt er wel leuker van. Kijk, en dan kan je ook nog een keer verliezen. Alleen nu krijgen we echt gewoon op de kloten geworden. Dat heb je dan wat minder. Ja, hier, leggen. En doe dan. Ah, jongen. Leg die bal nog voor mij. Ik liep er zo lekker voor. Dan kon ik gewoon meteen baf uithalen. Maar nou, hij doet het helaas niet. Herkansing. Dit zou misschien... Ah, jongen. Oh, ik wou hem juist vragen, maar nou, dan drukte ik helaas op kruisje. Af en toe frustreren. Dan denk je, nou, paas die bal, druk je op kruisje. En dan heeft hij al gepaasd en dan paas je meteen weer door. Nou, qua doelstelling gaan we redelijk. We hebben nu bijna 7,5 cijfer en bijna 15 passen voltooid. Dus als we in ieder geval die twee opdrachten kunnen voltooien, ben ik al tevreden. Ja, dan ben ik zeker tevreden. Nou, hier een geplaatst schot. En ja! Let's go! Ik doe het gewoon tegen de koploper. Ajax, oh, wat is dit heerlijk. Dit is toch wel ziek, baas. Oké, eindelijk een keer een goed geplaatst schot. Buiten de 16 is ook mijn specialiteit. Dus dat is wel erg nice dat ik dan eindelijk een keer kan scoren. En gewoon de gelijk maken tegen Ajax. Beter kan gewoon niet. Oh, deze zat er echt heerlijk in. Check dit dan. Ik dacht, ik moet het nu proberen. En ik probeerde het ook. En de keeper zat er bijna bij. Maar niet goed genoeg. Dus dit is perfect. 1-1. Let's go. Nu dit vasthouden. Gelijkspel tegen Ajax zou echt best wel heel ziek zijn als dat gaat lukken. Nou, goede paas. Dat is zeker een goede paas. En we kunnen het nog een keer proberen. Oh nee, we krijgen de bal niet. We staan nu gewoon in 9.1 als cijfer. Of mijn zoon staat nu in 9.1 als cijfer. Hij doet het ziek goed. Oké, nu hebben we die bal erin koppen. Oh, dat scheelt helemaal niet zo heel veel. Gaat die bal nog binnen blijven? Of is het nu een corner of een doeltrap? Wat? Of was het buitenspel? Wat? Huh? Of was het buitenspel? Ik denk dat het buitenspel was. Oké, dit was wel een beetje raar. Nee, dan moeten hun niet gaan scoren. Score alsjeblieft niet. Oh, die had nog net de keeper. Oh, keepertje OP. Ja, net tegen Heerenveen was je niet echt on fire. Maar dit was toch wel even een goede redding. En ook een hele belangrijke. Ja, daar gaan we. Ik ben snel, maar niet ultra snel. Dus ik moet even inhouden. Maar we hebben nu nog steeds de ruimte. En paas maar weer terug. Oh, dit was net niet lekker. Maar, oh, die zat nog steeds bijna. Oh, joi. Dat zou wat zijn geweest als hij erin was gevlogen. Hoezo is mijn cijfer omlaag gaan? Dat ging toch, dat deed ik toch alleen maar goed. Oké, maar gelijkspel. Ik zou het nog steeds helemaal perfect vinden. Wat een wedstrijd. En de scheids gaat nu affluiten, denk ik. Als, ja, ik wou net zeggen. Als hij nu nog een aanval van Ajax geeft, zou ik echt zagrijnig worden. Maar gelijkspel tegen Ajax en ik heb de gelijkmaker gemaakt. Perfect. Ik vind het alleen maar helemaal mooi. Dit was toch wel even een mooie wedstrijd. En we hebben ver weg het hoogste cijfer van mijn team. Een 8.7. Nou, en ik moest een 7,5 halen. Dus daar zit ik echt ruim overheen. Ik heb alleen één doelstelling niet gehad. En dat is mijn goal, zeg maar, percentage. Ik moest, zeg maar, 60% van mijn schoten moesten een goal zijn. Dat schotconversie is dat. Dat is echt niet te doen gewoon. Maar we krijgen wel mooi XP erbij. Ik sta nog meer in de basisplaats. Dus dat is mooi. Eindelijk een keer een wedstrijd wat gewoon helemaal positief is. En we gaan nog meer in de basisplaats 11 komen. Omdat ik natuurlijk zo meteen ook nog kan trainen. Maar dat kan pas na de wedstrijd van Vitesse. Dus we moeten nu tegen de nummer 9 Vitesse. Staat Ajax trouwens nu nog steeds eerst of zijn ze een plekje omlaag gegaan door ons? En Ajax staat nu derde. Lekker man. Anders hadden ze niet eerste gestaan. Nee, dan hadden ze tweede gestaan. Maar dan alsnog. Het is nog steeds lekker om tegen Ajax te winnen. Dat is toch wel even een fijn gevoel. En hebben we punten bij, want wij strijden natuurlijk tegen degradatie. En dan is elke punt goud waard. We zijn nog niet de rank omhoog, dus verder kunnen we niks. Maar ik nip de Ajax. Hebben we nog een berichtje van mij? Dit is Willem 2. En dit is Europa League. Oké, nee, geen berichtje over mij. Maar laten we maar tegen Vitesse gaan spelen. En ik sta nu weer als centraal aanvallende middenvelder. Prima, vind ik goed genoeg als positie. Vanaf daar kan ik in ieder geval af en toe scoren. Ja, linksmidden is dat veel moeilijker namelijk. Oké, dit kan wat worden. Hier pasen. Oh, gaat dit nu wel gewonnen worden? Nee, de keeper heeft hem alweer. Was wel een grote kans. Trouwens, mijn opdracht voor deze wedstrijd is een 8,5 halen. We moeten dribbelpercentage halen van minimaal 35%. Nou, die is echt makkelijk. En een conversiepercentage halen van 65%. Dus dat betekent dat ik gewoon echt bijna elk schot die ik doe, gewoon een goal moet maken. Dat is niet normaal veel. Ja, dat is gewoon niet te doen, joh. Oké, dit was trouwens weer een redelijke avond. Helaas geen goal. Maar oké, we gaan het gewoon proberen. We gaan er het beste van maken.
Ja, daar gaat mijn teamgenoot. Daar gaat hij. En hij scoort. Oké, hier hoeft ik helemaal niks voor te doen. Maar dit is toch wel eventjes lekker hoor. Hij scoort gewoon dikke solo. Bats in het hoekje. Dat doet hij toch wel even heel perfect. Oké, tegen Ajax hebben we een beetje de vorm gevonden. En tegen Vitesse zetten we diezelfde vorm door. En gaan we deze wedstrijd winnen. Hoop ik in ieder geval. Dan hebben we in ieder geval 3 puntjes. Dan staan we er in ieder geval weer goed voor. Dan is het gewoon een beetje steady middenmoot wat we dan staan. Nou, het is nu moment de rust. We staan nog steeds 1-0 voor. Dus dat is in ieder geval een goede zaak. Maar we moeten natuurlijk eigenlijk even die 2-0 maken. En ik wil eigenlijk ook nog even scoren. Want dan hebben we misschien ook nog die opdracht voltooid. Van conversiepercentage. En dan moet ik eigenlijk gewoon 1 schot maken. En die gewoon meteen scoren. Dan kan ik die opdracht ook nog halen. En dan heb ik mijn opdracht van een 8,5 als cijfer waarschijnlijk ook wel gehaald. Maar ja, het gaat pittig worden. Maar het zou kunnen. En dan alle 3 de opdrachten voltooien. Dat is heel chill. Want dan krijg je namelijk heel veel XP erbij. En dat is natuurlijk goed om snel omhoog te gaan. Nee. Dan moeten ze nu niet gaan scoren. Dat zou heel shit zijn. Oké, hier snel die bal naar voren. Dat is niet echt een lekker paasje, maar ik kan er nog bij. Oké, gelukkig. Gelukkig en ik heb de bal ook in de ploeg gehouden. Nu hier counteren. Counteren tot de maxi. Paas die bal maar. En dan kan ik er misschien iets mee. Hier, paas dan. Ik sta hier in het midden vrij. En dan tikkie door. En... ja! Oké, ik heb geen assist op goal, maar ik heb wel een soort van de voorassist. Maar we staan nu 2-0 voor en dat is veel belangrijker. Oh, gelukkig. Dit was wel even heerlijk uitgespeeld. Oké, we winnen een keer een wedstrijd. Nu moet ik nog even 8,5 halen als cijfer. En dan heb ik gewoon in ieder geval 2 opdrachten voltooid. Oké, mijn cijfer een 8,5 halen gaat niet meer lukken helaas. Of we moeten nu nog een goal maken, dan zou het misschien kunnen lukken. Of een assist. Dus misschien dat dat dan nog gaat gebeuren. Dan moet ik nu een voorzet geven. En dan moet hij erin gaan. Het idee was aardig. Aardig idee. Ja. Maar hij vliegt er niet in. Oké. Nou ja, ik heb toch niet al mijn opdrachten voltooid. Ik heb er maar eentje voltooid. Maar we hebben wel gewonnen. En daar draait het om. En ik heb gescoord tegen Ajax. Dus in principe kan mijn aflevering al niet meer stuk. Ik ben tevreden met hoe het is gegaan. En we hebben gewoon 4 punten in 3 wedstrijden. En als Ajax ertussen zit, Vitesse zat ertussen. Ja, Heerenveen. Eigenlijk hadden we die dan moeten winnen. Maar in ieder geval goed genoeg. Oh, 7,9 hebben we uiteindelijk gehaald. Dus, oh, helemaal niet zo heel goed. Zijn we nog 0,4 omlaag gegaan of zo. We zaten echt dik boven de 8. En 8,3 stond ik of zo. Maar ja, is helaas niet anders. Zeuntjes die heeft gewoon een 10 als cijfer. Ik was niet de beste van mijn team dit keer. Maar ik heb wel gewoon prima gespeeld. Ja, Zeuntjes heeft ook gewoon 2 keer gescoord. Dan is het op zich ook wel logisch. Maar krijgen we in ieder geval wat XP erbij. Waardoor we weer wat stats kunnen upgraden. Nog niet. Ik ben nog geen niveau 9. Maar we hebben prima gespeeld. Ik sta nog steeds in de basiself. Dus dat is mooi. Maar ik zat trouwens eventjes te denken. Want ik ben natuurlijk spits. En ik heb misschien nu een bonussen van een centraal aanvallende middenvelder. Een afstandsschutter. En eigenlijk een spits is geen afstandsschutter. Dus misschien moet ik een andere bonus selecteren. Maar wat zou dan goed zijn als spits? Ik ga eens even kijken. Ik zou bijvoorbeeld fysieke kracht eens kunnen selecteren. Dus we doen even fysieke kracht. Even kijken of dat nut heeft. En dat ik dan misschien zo meteen in de spits sta. Dan gaan we even kijken. Maar de wedstrijden krijgen jullie dan in de volgende aflevering te zien. Tegen NEC. Oh, ik ga trouwens eventjes nog trainen. Even simuleren. Krijgen we ook weer wat XP erbij. En dan zijn we bijna niveau 9, denk ik. Komen we in ieder geval in de buurt. Want we krijgen echt 3000 XP erbij. Nou, nog net geen level 9. Dat gaan we in de volgende aflevering krijgen. Dus laat even weten wat ik moet gaan upgraden in de volgende aflevering. We zijn in ieder geval 11e met 8 punten uit 7 wedstrijden. Voor Sittard is dat op zich prima. We moeten nu tegen NEC. En die staan er volgens mij wel redelijk goed voor. We moeten meedoen met het Nederlands elftal. Even een snel berichtje om iedereen de club te laten weten. Spelers zijn verplicht. We zijn geselecteerd voor het Nederlands elftal. Wat? Ik moet tegen Hongarije en Italië spelen. Terwijl dat ik net bij Fortuna speel. Ik zit nog wel in de basis op dit moment. Maar zo extreem goed speel ik helemaal niet. En ik ben gewoon geselecteerd voor de Nederlands elftal. Hoe dan? Dat zou wel baas zijn als ik daar dan wel in de spits kom te staan. We moeten tegen Hongarije en Italië. Oké, dat zien jullie in de volgende aflevering. Maar gewoon geselecteerd voor de volgende Nederlands elftal. Nu al. Dat is wel echt geniaal. Maar sta ik in de spits? Ik wil het eventjes checken. Of staan we, staan we gewoon weer centraal aanvallen in de middenvelden. Nou, goed om te weten. Nee, dat was dit voor deze aflevering. Volgende aflevering wordt ook weer nice. Want dan kunnen we dus de wedstrijden in Nederland zelf al zien. Ik denk trouwens wel dat we als wissel gaan beginnen. Maar dat zien we dan wel. Maar dat was dit het. En dan heb ik tenslotte nog één ding te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later, baas. Als je dit nou een leuke video vond, dan weet ik 100 miljoen % zeker dat je video die hier staat ook wel leuk vindt.
Nou, niet 100 miljoen, maar wel vrij zeker. En wat ook leuk is, is als je hier drukt, dan kan je abonneren op mijn kanaal. Doe je mij een groot plezier mee. En dan check Bouwens uit mijn kleding op bouwens.nl. Nieuwe merch staat online. Dan word je echt lid van de Bouwens Army.